Maria Ternoot bestaat 50 jaar. Er zijn het hele jaar door Maria-activiteiten. Een van de mooiste activiteiten is al geweest, begin mei in de Heikense Kerk, was Maria Ternoot, die ging heel even op bezoek in de Heikense Kerk, om daar te luisteren naar een prachtig nieuw Maria-lied en een hele nieuwe mis die gecomponeerd werd door Harry Swinkels. Het nieuwe Maria-lied, dat werd gecomponeerd door dezelfde Harry Swinkels, van tekst voorzien door Paul Spapers. En Paul Spapers is ook hier om te vertellen over Maria. Maar het gaat dus om de Maria-beelden die staan in de Tilburgse kloosters en kerken. En Maria-beelden die hebben een ontzettende belangrijke functie. Dus als een kindje wordt gedoopt, dan wordt dat opgedragen aan Maria. Als er een huwelijk wordt gesloten, wordt dat onder bescherming gesteld van Maria. En dat is al generaties zo. Dus die Maria-beelden, dat is veel meer dan alleen een beeld. Of een beeld waar een kerstje voor opstikt. Dat herbergt ook heel veel emotie in zich. En die Maria's, die halen we weer naartoe. En het is... Normaal gesproken, dan, of als we goede weer wilt hebben, dan brengt u worst naar de Clarisse. Maar goed, wij hebben helaas geen Clarisse meer, want zoals u weet leefde die dus in een schitterende klosterke aan de Lange Nieuwstraat. Maar een jaar of 15 geleden, toen zijn ze vanwege hoge ouderdom en dus helaas geen nieuwe aanwas, naar een kloosterbejaardenoord getrokken in Someren. Van die dames zijn er nog 3 over. Maar er is nog steeds een worsttraditie in Tilburg. Dus het offeren van worsten aan Klaar, aan de Clarisse. Onder andere het carnaval doet aan de gaan en die brengen dan worsten naar de Clarisse in Eindhoven. Maar die eten geen vlees. Dus dat is weer een beetje een probleem. Met Maria. Ja, maar dus ik heb iets met Maria gewoon omdat ik om te beginnen een Brabander ben en nog opgevoed ben in de katholieke traditie. Daar ben ik ontzettend trots op. Dus ik ben echt opgevoed met Maria. Maar ook tegenwoordig nog, Maria die heeft absoluut een functie. Want er is dus sprake van een bijna totale ontkerkelijking. Maar dat wil niet zeggen dat de mensen dan geen geloofsgevoelens meer hebben of hoe je het ook wilt noemen. Integendeel, ze doen er heel veel zelf mee. En in die eigen ontwikkeling omtrent geloof speelt Maria de hoofdrol. Van als je naar een kapelletje gaat, hoeveel kerstjes worden er niet gebrand? En ja, dat is gewoon echt, Maria dat is een hoofdrolspeler in het geloof sinds de ontkerkelijking. De zoete lieve vrouw uit Den Bosch mag, misschien bij hoge uitzondering gaat het ons lukken hopelijk, niet tijdens
het de openstelling van de basiliek zijn. Dus dat wil zeggen dat zij bij het sluiten van de basiliek pas mag gaan vertrekken en voordat de basiliek op zondag weer open gaat, weer terug in huis moet zijn. Dat wil zeggen dat wij gaan proberen om met die nacht ook ter aanbidding in de Heikse kerk aanwezig te laten zijn. Dat als verklaring waarom dat we dit lied hebben gezongen. Ja, meneer Vingerhoes, er zijn nog ontzettend veel Maria-liedjes, begrijp ik. Ja, die zijn er heel veel. Dit is toch maar een klein gedeelte van wat wij kennen, hoor. Hebt u dat aan het koor De Bron weer opnieuw moeten aanleren? Sommige liedjes moesten we weer even uit het graf halen, zeg maar. Maar de meeste mensen kennen het toch wel. Ja. Ze hebben zelfs verbeteringen aangebracht in de tekst. Serieus? Ja. En dan hebben we nog niet eens de woord op de bergen gehoord. Nee. De helft bij die andere 80% of zo. Ja. Maar het is in ieder geval ook van u een soort hobby om deze Maria-liedjes nou weer tegen horen te brengen en mee te laten zingen. Ja, dat is inderdaad. Dat is voor mij ook wel een... Ik hou wel van deze devotie. Ja. Nou, dat is wel duidelijk merkbaar en u krijgt de mensen in ieder geval mee. Ja. Volgend jaar weer? Volgend jaar ben ik weer, jazeker. Oké. Dankjewel. Dat was dan Maria Zingt. En we hebben uit volle borst meegezongen met z'n allen. En de volgende manifestatie in het Mariajaar van Onze Lieve Vrouw ter Nood, dat is op 7 juni. Want dat is eigenlijk de dag dat de kapel 50 jaar geleden ingezegend werd door Monsieur Beckers.